Goeiedag kijkers en welkom bij een nieuwe aflevering van In Gesprek Met. In het eerste deel van In Gesprek Met gaan we het hebben over de meest spraakmakende inzamelingsactie die er nu is voor 2021. En dat is de Sue Denki Deniri inzamelingsactie. En daarbij ga ik een gesprek hebben met een van de longtime vrijwilligers zoals ze me aangaf. En dat is mevrouw Joanne Misikaba. Ja, mevrouw Misikaba, welkom in gesprek met. Dankjewel. Helemaal. Ik heb het net in mijn intro aangegeven, we gaan het hebben over de van het jaar. Is het de meest spraakmakende inzamelingsactie van Sue Denki Deniri. Kun je ons een beetje vertellen hoe het de afgelopen dagen zoal is verlopen? Oké, dankjewel dat jullie ons willen hebben in het programma In Gesprek Met. Ja, Sue, we zijn sinds november begonnen met de soft launch van onze Denki Deniri Jiwa Anu campagne. Waarbij we zijn begonnen met onze sms-actie, waarbij mensen mochten sms'en. En we mogen niet ontevreden zijn, de Surinamers sms'en massaal. Maar we hebben het streefbedrag nog niet gehaald. We hebben ook van verschillende bedrijven donaties ontvangen. We hebben gisteren een gigantisch bedrag gehad van staatsolie Suriname. Vertrouwen op eigen kunnen, $41,000. We hebben van Assyria gehad. We hebben van Hatramei ook een geweldige donatie gehad. Maar ook gewoon van onze burgers in de samenleving die komen en iets deponeren in onze boxen. We hebben onze influencers gehad die al vanaf november de straat zijn opgegaan om in hun community of onder de samenleving om wat in te zamelen in onze welbekende traveling boxen. Afgelopen zondag hebben we de burger- en cocktailmiddag gehad. Dat is ons terugkerend evenement, welke we elke tweede zondag in december hebben. Hebben we afgelopen zondag gehad en dat is een welgeslaagd evenement. We waren haast uitverkocht. Dus dankjewel Suriname voor die support. Dus het gaat goed en ik denk dat het alleen maar beter kan gaan. Helemaal. Yes. En de reden ook waarom ik zeg, dit is de meest spraakmakende Denki Deniri. Of niet, spraakmakende Sueet-inzamelingscampagne, is dat meneer Grunberg me afgelopen week ook aangaf dat het ook voor het eerst was dat Sueet is begonnen met zo'n groot bedrag in de pot. Dus vandaar mijn opmerking. Ja. We zijn begonnen met ongeveer 500.000 in de pot op 10 december, waar we meestal beginnen met onze activiteiten. Dus dat komt allemaal door de traveling box, door de sms-campagnes en ook gewoon de bedrijven die gedoneerd hebben. Dus dat is een geweldige start. Helemaal. Maar vertel u even, hoe is Sueet? Want dus meneer Grunberg gaf het al een beetje aan, van het is van het jaar ook een beetje anders gegaan. Jullie hebben niet uitgekozen, zij zijn naar jullie toegekomen. Dus kunt u dat proces een beetje uitleggen? Oké, elk jaar krijgen we verzoeken van mensen om te helpen om in te zamelen voor de activiteit. Maar Sueet is een organisatie, wij staan voor transparantie. En als iemand ons benadert, is het belangrijk dat het een duurzaam karakter heeft op de activiteit, het project waarvoor de persoon wil inzamelen, dat van duurzame aard is. En toen de Nierstichting ons benaderde, we zijn toen zelf geweest naar het Nierdialyse Centrum. Ik kreeg kippenvel daar ik het nu vertel. Het was geen leuke situatie. Het was erbarmelijk. Ik denk, we waren allemaal een beetje van onze streek gehaald, van ons uit onze apropos gehaald. Het was zo indrukwekkend. Dus we hadden zoiets van, nee, we moeten dit gaan doen. Omdat het niet alleen maar ten goede komt van de mensen die nu dialyseren, maar ook 10 jaar later of 20 jaar later. Dus vandaar dat we hebben gekozen voor de Nierstichting. Maar om te komen op het aantal mensen die dialyseren, we hebben nu 160 nierdialyse stoelen. En ongeveer 800 mensen dialyseren reeds in Suriname. Als je ervan uitgaat dat iemand 4 tot 6 keer dialyseert per week, 4 tot 6 uren per keer, dan begrijp je dat die 160 stoelen niet voldoende zijn. En alhoewel de Nierstichting en de andere particuliere organisaties met kunst en vliegwerk proberen om iedereen op te vangen, is het na lange na niet genoeg. Dus Sueet voelde zich verplicht om deze activiteit te gaan ondersteunen. Elk jaar komen in Suriname ongeveer 35, 40 nierdialyse patiënten bij. En dat is geen mooi beeld. We hebben niet zoveel Surinamers. En als we hebben dat de mensen aan nierfalen lijden, dan is dat, ja,
mensen lijden aan nierfalen en dan moet je nog dialyseren in een omgeving. Het dak lekt als het regent. Jij ligt daar en een patiënt wordt naast jou gereanimeerd. Het is allemaal geen prettige situatie. Er is geen ruimte is voor het zorgpersoneel om zich te kunnen bewegen. Dus vandaar, dat zijn allemaal moverende redenen geweest waarom we uiteindelijk gekozen hebben om met de Nierstichting samen te gaan inzamelen voor de uitbreiding en renovatie van het Nierdialysecentrum. Maar denkt u dat het ook komt doordat dit project, it hits home for so many people? Yes. Denkt u dat het ook daarom komt dat jullie daarom ook zo vroeg zijn gestart met zo'n groot bedrag? Ja, klopt. Omdat we het niet beseffen, maar als je om je heen kijkt, heb je tenminste één persoon die dialyseert. En wanneer je in het veld bent, dan hoor je van mensen van, hé, mijn moeder dialyseert of mijn tante heeft zoveel jaren gedialyseerd. Dan treft het je wel, toch? En mensen gaan daarop af. Want wanneer mensen een bepaalde situatie zelf ervaren, dan begrijpen ze beter waar het om gaat. En het is misschien geen leuke situatie die je ervaart, maar je wilt tenminste bijdragen dat jouw geliefde in een geriefelijke omgeving kan dialyseren. Gewoon zeggen, want je kan iemands leven daarmee een beetje rekken. Ja, rekken. Dus daarom proberen we dan met de nierdialyse de functie van de nieren over te nemen. Maar dan weet je tenminste dat het een beetje geriefelijk gaat. Dus ik denk dat de mensen daaraan meedoen, omdat het ze ook gewoon emotioneel ook heel erg raakt. Ja, ja, denk ik ook. Goedemorgen. Wij zitten hier met Flip de Vries. Meneer de Vries, een vogeltje heeft me gevlogen dat u de oprichter bent van de Nierstichting. Nou, dat is te veel gezegd. Ik was wel, in het begin was ik er direct bij betrokken. Degene die in feite op het idee is gekomen dat er een Nierstichting moest komen, hij was dokter Freddy Limapo. Hij was directeur van het internist, directeur van het Strands Hospitaal. Kwam er een dame die er heel erg aan toe was. En als er op dat moment een dialyse mogelijkheid was, dan had ze geholpen kunnen worden. En het grote toeval wil dat de ex-minister Harry Radicchio uit Nederland met een dialyseapparatuur en een verpleegkundige en wat medicijnen naar Suriname kwam. En toen is deze dame, Roline Sandel, die er zo erg aan toe was, is geholpen kunnen worden door de dialyseapparatuur van de heer Limapo. Helemaal duidelijk dat er dialysecentrum moest komen in Suriname. Wat heeft hij toen gedaan? Hij heeft een aantal goede vrienden van hem heeft hij benaderd. Willen jullie een Nierstichting oprichten en in het bestuur daarvan komen? Nou, die mensen, moet u de namen weten? Die namen waren in de eerste plaats de heer Jules Robles, de heer Ronald Jonahung Weilen, ikzelf, de heer Eddie Heilaert, de heer Humphrey Sandel. Hij is de vader van deze dame die er zo erg aan toe was. Mevrouw Lily Getrouw, mevrouw Ilse Labadie Weilen, de heer Benjamin Douglas, hij was in Nederland, maar vanuit Nederland ondersteunde hij het idee. En tenslotte de heer Brandvlu. Dus deze mensen die zijn bij elkaar gekomen en hebben de Nierstichting opgericht. De statuten zijn opgesteld en verleden door meester Hans Limapo, een jongere broer van de heer Freddy Limapo. Nou, toen was die stichting er. En de mensen die ik net noemde, waren dus de eerste bestuursleden. Maar nu moest er nog een gebouw komen. En een goede stok daartoe is gegeven door de heer Brandvlu, die Lion was. Die heeft zijn bestuur, Lion bestuur Suriname, bereid gevonden om Lions International bereid te vinden om een flinke donatie te doen, een groot bedrag te schenken om dit gebouw op tot stand te brengen. En het toeval wil ook dat de heer Robles, John Heung, de Vries, die ik net noemde,
die waren allemaal lid van de Rotary Club Paramaribo Central. En een van de leden was ook de heer Roy Emanuels, de architect Roy Emanuels. En hij heeft het gebouw, het dialysecentrum gebouw, ontworpen. En met het geld dat de Lions ter beschikking is gesteld, is het gebouw tot stand gekomen. En daar u aan het begin bij dit alles ook erbij zat, dat betekent dit dat Stichting SUEED voor de mens die moet dialyseren nu opkomt? Nou, geweldig dat de Stichting SUEED moeite doet geld te verzamelen om de uitbreidingsmogelijkheden en de verbetering van het dialysecentrum te helpen financieren. Daarvoor is deze actie. Wat wilt u nog meer weten? Welke oproep heeft u naar de samenleving en vooral ook de mensen die dialyseren, dat zij de mensen in hun omgeving ook kunnen doen, voortbewegen om een donatie te doen? Wat voor boodschap heeft u? Nou, dialyse betekent dat het leven verlengd wordt. Als je geen dialyse hebt, gaat je nierfunctie zodanig eraan dat je in feite het leven verliest. Deze dialyse die staat je een bankje in staat om je leven te verlengen. Je blijft dus leven. Het is heel belangrijk dat het dialysecentrum dat een nodige renovatie nodig heeft. Het is een oud gebouw. En de dialyse en het bestuur heeft ook plannen om het uit te breiden, de magazijnruimte uit te breiden. En daarvoor is geld nodig. Dus de acties van SU. Ze komen hier heel goed. Ze zijn hier heel goed van pas. Dankjewel en succes. Ik hoop dat alles goed komt. Dankjewel, dank u. Meneer Brunings, we zijn momenteel op de... Is het live? Ja, live en de officiële start van de inzamelingsactie van SUE voor de Nierstichting. Ik denk dat ik al weet wat u gaat zeggen. Ja, ik wil zeggen, u heeft het misschien al gehoord. We hebben in ons voortraject vanaf 1 november hebben we wat gelden opgehaald. Ongeveer 550.000 SRD. Maar we hebben een target van 2,5 miljoen. Dus wat ik zeg is, mensen, ik doe een beroep op u. Doneer. Doneer. 1919 kunt u met sms'en kunt u doneren. U kunt langskomen vanaf vandaag tot en met 21 december om te doneren in de box. Zondag gaan we een evenement hebben, een burger en een cocktail verkoop, een drive-thru. Dus er zijn een heleboel manieren waarop nog gedoneerd kan worden. Gaat u naar de Facebookpage van SUEED, dan kunt u ook nog geld overmaken. Dus er zijn een heleboel manieren. En het gaat om patiënten, nierdialysepatiënten, nierpatiënten. Die hebben het echt. Het nierdialysecentrum aan de Gravenstraat moeten we renoveren. Zodat die patiënten in een geriefelijke, comfortabele manier kunnen dialyseren. Ze zijn er eigenlijk, elke patiënt is 3 keer per week daar, hè, voor ongeveer 4-5 uren. Dus het is niet je makkie om daar te komen. Nu is het gebouw in een deplorabele staat. Dus wij willen met het gedoneerde geld van u, willen we dat gaan renoveren. Dus mijn oproep is, ik doe een beroep op uw harte. Doneer, doneer. We zijn met alles tevreden. Van 5 cent tot 100.000 SRD. Geen probleem. Alles is welkom. Voor hen die het niet weten, meneer Bruning, zo belangrijk zijn je nieren om in leven te kunnen blijven? Nou, de nieren zijn de filter, hè, van u. Dus als u iets eet of iets drinkt, dan gaat het door de nieren heen en dan ontdoet de nieren alle schadelijke stoffen zoals alcohol of je sojasaus, je zout, die ontdoet het en dan wordt de rest wordt dus in je bloed gezet. Dus het functioneert als nieren. Je hebt 2 ervan, maar door allerlei redenen, slechte voeding, soms ook gewoon nierziekte, ongelukken, kunnen dus die nieren beschadigd raken en kunnen ze niet meer functioneren. En dan moet je iets doen. De eerste oplossing is vaak diëten.
Tweede is medicijnen. En derde begint het al heel moeilijk te worden dat je moet gaan dialyseren. En wat je dan doet, is je gaat naast een apparaat zitten. En je wordt aangesloten op slangen. En dan wordt je bloed uit je lichaam in een kunstmatige nier gezet. Die zuivert je bloed. En dan wordt het dus weer teruggestuurd naar je lichaam. En dat moet je dan 3 keer per week doen. Het is geen makkie. De vierde oplossing is dat mensen soms, als ze een donor kunnen vinden, dat ze hun nier kunnen transplanteren. Nemen ze een nier van een andere persoon, je heeft 2, dus je kan makkelijk 1 afstaan. En dan kan je dus, jij als patiënt kan op 1 nier leven. Het is heel informatief en ook belangrijk. Dus meneer Brienings, succes. We hopen van harte dat er die resterende 2 miljoen nog wordt opgehaald. Ik reken op u allen, Suriname. Ik weet dat Surinamers een groot hart hebben. Dus doet u uw best, we rekenen op u. Dank u. Maar had Stichting SUEED ook een beetje getwijfeld met de inzamelingsactie voor dit jaar? Want het heeft wel een heel ander turnout gehad, om het zo te zeggen. Want gezien de economische situatie waarin heel Suriname, ik ga niet zeggen bepaalde Surinamers, maar wanneer geheel Suriname zich bevindt, hadden jullie in het begin getwijfeld dat het wel een kans van slagen had? Onze SUEED-activiteiten zijn altijd geslaagd. Of je nou 1 SRD ophaalt, of stuiver, wij zijn daar dankbaar voor. Omdat elke cent telt om het doel te bereiken. En we hadden absoluut geen twijfels aan, als onze samenleving zou doneren. We weten, er zijn Surinamers die altijd goede doelen ondersteunen. En wij gaan met iedereen die mee wil doen. En de mensen die niet mee willen doen, we geloven dat ze een dagje gewoon de trein inspringen en zullen meedoen. Dus we hadden geen twijfels eraan. Natuurlijk, de economische situatie heeft invloed op iedereen's portemonnee. Maar ik zeg altijd, we geven niet vanuit onze overvloeden, maar we geven van wat we hebben, uit wat we hebben. Dus ja, je ziet het 500.000 en meer, als we al die bedragen optellen die we nu hebben gehad. 1,5 miljoen. 1,5 miljoen. Dus ja, we mogen niet ontevreden zijn, we mogen niet. En ik heb ook bij mijn introductie aangegeven, u bent een longtime vrijwilliger. Dus dan gaan we een beetje switchen naar, wie is Joanne Misikaba precies? Oké, ik ben Joanne Misikaba, ik ben ambtenaar van beroep. En ik ondersteun SUEED, omdat het een stichting is die transparant is. Je hebt toegang tot de jaarrekeningen. Zou je willen inkijken in de transacties die stichtingen doen? Ik mag niet opscheppen, maar SUEED is een van de juiste voorbeelden van hoe een stichting eigenlijk zou moeten omgaan met gemeenschapsgelden. En toen ik werd benaderd door Nathalie Gerard, dat is ook een van onze vrijwilligers, heb ik zonder aanzien gezegd van yes, ik doe mee. Omdat ik vind dat Surinamer heb je een taak, of een verantwoordelijkheid om uit te kijken voor mensen die dat zelf niet kunnen. Of om een steentje bij te dragen ergens waar iemand anders tekort ziet. En dat is eigenlijk mijn reden geweest waarom ik SUEED ondersteun. SUEED staat voor Giwa Anu. En dat, ja, dat ben ik. Helemaal, het is echt ook heel leuk gezegd. Je gaf ook aan tijdens ons voorgesprek dat je al iets langer dan 5 jaar ook SUEED ondersteunt. Als je terugkijkt naar al die acties die jullie hebben ondernomen en wat jullie allemaal hebben kunnen bereiken, wat voor gevoel bekruipt je, om het zo te zeggen? Een gevoel van trots, een gevoel van blijheid, blij om Surinamer te zijn. Blij om deel te zijn van de oplossing, toch? Aan de kantlijn staan en altijd kritiek leveren, maar zelf je bijdrage niet leveren. Ik ben blij om deel te zijn van een oplossing. En we hebben zulke leuke projecten gedaan. Een van onze geweldige projecten was waarbij we 1 miljoen hadden opgehaald. 1,2 miljoen SRD voor Stichting voor het Kind. En het tehuis staat daar waar seksueel misbruikte kinderen, meisjes worden opgevangen. Misschien willen mensen niet zoveel erover praten, maar het is een probleem in onze samenleving. Het is een issue. En we hebben dat kunnen neerzetten, het gebouw kunnen renoveren, zodat die jonge meisjes in een mooie omgeving toch nog ietsje kunnen, begeleid kunnen worden. We hebben activiteiten gedaan voor de kunst- en cultuursector. We hebben gedaan voor de seniorenburgers. We hebben gedaan voor mensen met een beperking. Dus ja, ik ben blij dat ik
ja, al langer dan 5 jaar kan deel kan zijn van dit mooie initiatief. Ja. En dat geeft u ook recht tot opscheppen, dat mag. Want als ik je zo hoor praten, ja, het geeft je recht op opscheppen. Want dat is wat u aangeeft. Mensen moeten niet alleen aan de kant blijven staan en niet iets doen, maar geef kritiek en doe ook iets. Ja. Want ik zou dan ook net vragen, want het laatste project wat SUE had gedaan, wat Stichting voor het Kind. En het gebouw is, als ik me niet vergis, vorig jaar of anderhalf jaar terug opgeleverd. Jaar 2019 is het opgeleverd. En toen kwam corona. En dat jaar hadden we niks gedaan, omdat we ook rekening moesten houden met, met de COVID-maatregelen. Dus vandaar dat we ook dit jaar niet zoveel gaan naar de mensen toe. We hebben met de influencers hebben we gedaan. En wij gaan... Mensen komen nu gewoon naar ons toe om te doneren. We proberen geen activiteiten te organiseren waarbij grote groepen mensen bij elkaar komen. Om de community spreading een beetje tegen te gaan. Dus als ik echt ook zo naar u luister, dan lijkt het alsof u, als ik tussen de regels doorlees, ja, dat mensen ook wel het liefst vrijwilliger moeten worden van spraakmakende stichtingen die iets goeds doen. Absoluut, absoluut. Alleen als we, jij hebt een bepaalde expertise, kijk, als je een bepaalde expertise hebt, kun je met jouw expertise de organisatie helpen om beter te worden. Toen SUE begon, hadden we geen jaarrekeningen. Maar het is iets wat we vanaf 2015 elk jaar doen. En we hebben daarbij een vrijwilliger gevonden, Excellent. is een accountantsbureau die zegt, oké, wij begeleiden jullie gratis in het proces. En dat soort dingen hebben we nodig. Dan weet je van hoe ga je om met die financiële middelen, hoe rapporteer je dat. En hoe kwijt je goed van je taak als stichting. Dus als er mensen zijn die SUE willen ondersteunen... Natuurlijk kijken we ook van, weet je, wat is je record en al dat soort dingen. Want sommige mensen willen ook gewoon zijn opportunisten, die willen aansluiten bij een organisatie. Maar we zoeken naar mensen die echt wel hun schouders onder het werk mogen zetten. Kijk, in december hebben we elk jaar vaste groep aan vrijwilligers. We denken dan aan Dino Kappel en zijn team, die al zijn mensen, zijn hostes, is gewoon inzet. Geheel gratis om ons te ondersteunen bij onze On The Road activiteiten, onze burger- en cocktailmiddag. Toch, zo heb je ook bedrijven zoals van Joey D, bij hem Suriname, Fernandes. Mensen die ons vrijwillig organiseren en van advies dienen. Dus als er mensen zijn in die samenleving die ergens een haakje zien of een oogje zien in de organisatie, laat ons weten, stuur ons een berichtje. Kom naar ons toe, zodat wij onze organisatie kunnen verbeteren. Helemaal. Yes. Dus als ik echt zo naar u luister, het lijkt alsof u mijzelf erbij wilt trekken. Ja, komt u binnen, dan hebben we de volgende keer. Dan kunt u al onze social media en onze media activiteiten doen. Dus komt u maar lekker erbij. En gezien we het nu hebben over de Denki Deniri, de officiële inzamelingsdatum is al gestart, 10 december. Het gaat tot volgende week. 21, dinsdag. Dus dinsdag. Nee, over 2 weken dinsdag. Dus er is nog tijd genoeg. Welke oproep heeft u naar de samenleving die toch nog twijfelt, alhoewel ze het zwaar hebben, maar ze hebben mensen, laten we zeggen, vooral de mensen die een naaste hebben die dialyseren. Welke oproep heeft u naar hen toe? Oké, doe mee. Geef wat je hebt. En af de man biggie money. En dan hebben we 100 SRD. Maar wie is nou maar 1 SRD? Je kunt ons bellen, we komen het ophalen. Maar weet je wat ook echt helpt? Het verhaal dat je kunt vertellen over je naaste, iemand die dialyseert. Dat je gewoon zelf kunt vertellen hoe de situatie is. Om mensen aan te spreken, om mensen te bewegen om te doneren. En voor de grote bedrijven in de samenleving die een heel jaar door hebben verdiend, ondanks corona. Kijk even in je portemonneetje, in je kas, om iets te doneren. Er zou wel een werknemer zijn in uw bedrijf die dialyseert of die een moeder die dialyseert. Ik roep ook de kerken op. De kerken, waar mensen, gebedshuizen roep ik op. Om ook wat te doneren, zodat we allemaal onze taak als burger kunnen vervullen. Dus kom, doneer. We zijn hier. Je kunt ons bellen. Check onze Facebookpagina's. We hebben MoPay, we hebben UnifyPay, we hebben... bankrekeningnummers. We hebben de travelingboxen die nu zijn bij Obed Canapé en Priscilla Dausa. Dus mogelijkheden zat om te doneren. Niet het vele is goed, maar het goede is veel. Dus we rekenen op jullie. Is heel mooi, heel mooi. Want ook bij de, wat me ook net te binnen schiet, ook bij de aankondiging een paar maanden terug, toen jullie aangaven dat Stichting SUE voor de Nierdialysecentrum
gaat inzamelen. Hebben we ook met bepaalde nierpatiënten gesproken, ook de voorzitter van de nierpatiënten zelf. En het leek niet alleen dat we, hij gaf ook aan dat niet alleen de mensen die zich zo moeten forceren om te gaan dialyseren, maar dat ook de regering naar bepaalde dingen moet kijken, want ze gaven aan, medicatie is moeilijk te vinden. Ja, dus ja, de minister van Volksgezondheid, bij deze een oproep namens de samenleving, namens de nierdialyse patiënten, om de zaken voor de nierdialyse patiënten in het bijzonder, omdat we daarmee bezig zijn, om die in orde te hebben. Dat mensen niet meer, kijk, nu zijn we bezig in te zamelen voor de Nierstichting. Dus alvast een druk, of een deel van uw bord is alvast, van uw portie is al afgenomen. Dus willen we u vragen om tenminste ervoor te zorgen dat de mensen zekerheid hebben voor medicatie. Zekerheid hebben voor, dat ze niet in onzekerheid leven, want dat heeft weer invloed op hun gesteldheid. Ja. Ja. En ik heb ook gemerkt, behalve de standaard box en nu de traveling box en het sms'en, dat jullie ook contactloos wat u aangaf zijn gegaan. Ja. Maar hoe gaat het zelf met het sms'en? Is men wel bereid om contactloos te doneren via MOP en Unify5P en nog steeds via de sms-nummers van Telesur en Digicel? Klopt, dus verrassend genoeg hebben we heel veel donaties gehad via MOP, maar ook via sms. Het leuke van het sms is dat je in aanmerking kan komen voor een pakketje. Elke dag kunnen 5 mensen iets winnen. Okay. Ik weet niet uit het hoofd welke sponsor deze. Ik denk dat Guimar deze week aan de beurt is. Dus je kunt een pakketje winnen van tenminste 250 SAD waard is. Dus meer dan die 57 of die 850 die je sms. Maar aan het einde van het traject, van onze campagne, kun je ook in aanmerking komen voor een go-to-tankbon. Okay. Dus ja. Dus er zijn bij deze inzamelingsactie wat perks? Ja. Dus jij geeft en je kunt ook iets ontvangen. Maar we zeggen niet dat je iets moet geven om iets terug te ontvangen. Oh, ik kwam een blauw broodje. En dat is dankzij de sponsoren. Hem, Morion. Morion is daar voorbij, was onze eerste sponsor. Ja. Mm-hmm. Dus hier heb je al onze sponsoren. En we hebben nog meer mensen die niet op onze banner staan. Maar op onze Facebookpagina kunt u wel zien wie allemaal onze sponsoren zijn geweest. En we zeggen nogmaals dank. Ja. Oké, mevrouw Missikaber, dus ik wil wel heel lang doorgaan. Ja, maar ik denk dat de ploeg ons straks hier afgaat, omdat zij moeten straks beginnen met hun een live inzamelingsactie. Maar ik wil u bedanken voor sowieso de informatie en ook uw ik zal maar zeggen, heartfelt oproep. Het is een andersoortige oproep die ik voor al die keren heb gehoord. Dus het is ook een heel breath of fresh air, om het zo te zeggen. Maar heel hartelijk dank. En succes met de inzameling. En voordat ik vergeet, het systeem blijft wel zelf na 21 december. Mag men blijven doneren, ja, neem ik? Ja, men mag blijven doneren na 21 december. Eigenlijk op 21 december stoppen we. Maar we zullen dan ook gewoon aangeven, alle geld gaat sowieso naar de Nierstichting. Omdat we weten, voor die periode hebben we ingezameld. Dus volgend jaar december hebben we een nieuwe activiteit. Dus alle geld dat nu binnenkomt, is ten behoeve van de Nierstichting. Helemaal. Vooralsnog heel hartelijk dank voor vooral uw participatie en uw informatieve deelname aan ons programma In Gesprek Met. Helemaal. Dank je wel, ATV Telesur, voor jullie bijdrage vanaf 2014. Yes. Daarvoor zijn we er, ATV, altijd een goed idee. Kijkers, wij zijn zo weer dan bij u terug met het tweede deel van In Gesprek Met. Tot zo. Ja, kijkers, welkom terug bij het tweede deel van In Gesprek Met. In dit tweede deel voeren wij u terug naar een heel belangrijk moment voor Suriname. En dat is de samenwerkingsovereenkomst ondertekening tussen de NV Havenbeheer en de Phoenix Development Holding Company, PDC afgekort. In dit gedeelte brengen wij u gesprekken die gevoerd zijn tussen de twee directeuren van de bedrijven, de heer Andreas Talea en de heer Walter Dieter, over wat Suriname eigenlijk kan verwachten over een diepzeehaven dat gebouwd zou worden in het westen van Suriname en wel in het district Nikeri. We heten de dames en heren van de pers van harte welkom
bij deze informatiesessie, zoals we dat op onze manier noemen. Wat is havenbeheer? Havenbeheer is opgericht in het jaar 1971 om havenfaciliteiten te ontwikkelen en te beheren. Met de statutaire taakstelling voor de verantwoordelijkheid voor de veiligheid, efficiëntie en effectief functioneren van het nationaal havengebeuren, maar ook zeggen we het transport, nationaal transport systeem. Daarbij treden we op als landlord. Dat houdt in dat we havenfaciliteiten neerzetten die wij verhuren aan havenbedrijven. We noemen ze terminal operators die dan de operatie doen. Dus wij zitten niet in de feitelijke havenoperatie, ja, maar we creëren infrastructuur ten behoeve van de operatie. Dat is wat wij doen als havenbeheer. Wij moeten dus zorg dragen voor een efficiënte, veilige manier van doen lossen en laden van goederen. Naderhand zullen we dus dan verder hierop ingaan. Thank you. Very well. Phoenix Development was formed specifically to develop this project. So it's composed of different skill sets embedded in different companies. Featherwood Group of Companies, where I come from, we've got many years or decades now experience on the energy port, energy infrastructure, energy development, power, etc. The Tesser Group on the finance side, Elise, which obviously has long experience collectively, and Suriname and Guyana on major agricultural and other undertakings. And then on the environmental side, we do have Earth and Marine Solutions out of the UK, which provides that environmental expertise, which is just so critical to any major development this day. Obviously, when we're talking about marine and land infrastructure, that's an important asset to have as well for us. It's in essence. Dit is heel belangrijk. Heeft havenbeheer als rol om economische groei te faciliteren, of zo u wil, de economie van het land te faciliteren. Wij, conform onze statutaire taakstelling, zijn opgericht om dat op de meest veilige en effectieve en efficiënte manier te doen. Dat is een heel belangrijk gegeven. Wij horen ons daarmee bezig te houden in de zin dat we die ontwikkelingen rond de economie moeten volgen, analyseren en kijken hoe we de economie kunnen faciliteren. Daarnaast hebben we als rol om ervoor zorg te dragen dat we toegevoegde waarde creëren, ja, voor het logistieke, zodat we het transportwezen kunnen accommoderen op de meest efficiënte manier. Aan de andere kant zijn we als faciliteit, havenfaciliteit, ook bezig om te kijken naar mogelijkheden voor de creatie van werkgelegenheid. Want dat is ook een belangrijk gegeven.
ook genoemd in de statutaire taakstelling van havenbeheer. Wij doen dit niet alleen. Wij doen dat met in samenwerking met de terminal operators en de andere havenactoren. We noemen ook daarbij de douane, waarmee we nu samenwerken. En met die mix proberen we de handel te accommoderen in de sens dat op een vlotte manier het lossen en laden kan worden geaccommodeerd. In dat kader hebben we zeg maar in de regio een aantal prestigieuze awards gekregen vanwege onze verdiensten binnen deze sector. Dus we hebben het zij niet achterin volgen, maar drie keren zijn wij de beste multipurpose sport geworden. En dat zegt heel veel als we ons vergelijken met die grote havens waarmee we zeg maar in competition hadden moeten participeren. Dus al met al hebben we toch wel een heel belangrijke rol te vervullen binnen de Surinaamse economie, maar ook daarbuiten. Dus vandaar dat onze prestatie als haven, als havenfaciliteit in de regio is gemerkt en daarvoor zijn we ook gewaardeerd geworden. Thank you. So clearly within the country, Havenbeheer has the role and responsibility under law and by practice for advancing port facilities, including infrastructure, operations, that sort of thing. We recognize, as the director said, that Havenbeheer is our landlord. With that said, we have the responsibility as well as the economic risk of the development of the project. So we essentially need to take on the economic risk of developing the various aspects of the project. Let me see if I can do a little makeshift work there. So taking on the development role in advancing the case, we also have agreed to a build, operate, transfer structure, meaning at the end of our lease period under the development agreement, we have a responsibility, and Havenbeheer as well, for us to transfer our role over to Havenbeheer to take forward throughout the remaining periods or utility of the port facilities. But I think, as we've noted throughout the world, once a port is built, it doesn't stay in business for decades. It tends to stay in business for centuries. So this builds a bright future for Suriname and the public-private partnership framework that we've put together. We've agreed to commit $2.2 billion to the scope within the development agreement, which includes a wide range of energy-related activities. And so, therefore, obviously, the conclusion of that development agreement was an essential element for us to move forward in finalizing the financing arrangements, which is what our focus is today. I believe that's a very major investment in the infrastructure for Suriname, and that's the initial phase. We estimate that within 5 to 7 years, the total investment profile will be closer to $6 to $8 billion U.S. Obviously then, the Deepwater Port, Special Economic Zone area, becoming really a major asset and facility, not just for Suriname, but for the entire region. Wat zal deze ontwikkeling met zich meebrengen voor havenbeheer, maar in het bijzonder voor Suriname? Dan begin ik met de laatste.
Suriname gaat met deze ontwikkeling gepositioneerd worden als centrum voor regionale ontwikkeling. Ja? Suriname wordt daarbij onmiddellijk het centrum voor handel, industrie, voedselproductie en logistiek voor of binnen de Guyana's, maar ook Noord-Brazilië, CARICOM en Latijns-Amerika. We praten hier over een gigantische markt qua bevolking. Ja, als we alles bij elkaar optellen, dan komen we op een 650 miljoen bevolking. Aan de andere kant hebben wij dus aangegeven dat deze ontwikkeling voor havenbeheer, wat zal het met zich meebrengen, is dat havenbeheer verder gaat groeien, verder business gaat aantrekken, verder toegevoegde waarde gaat creëren. En hoe zal dat zich voltrekken of gaat werken? Want we hebben hier een havenfaciliteit. En een havenfaciliteit gaat dus dan op middellange termijn komen, zoals geprojecteerd. Voor wat betreft dit project, is dat havenbeheer gaat groeien naar een havenplatform. Dat is de opzet voor de toekomst waar we naartoe koersen. Ja, gaan we deze ontwikkeling kunnen realiseren? Wij zeggen ja. Los van die samenwerking met BDC, werken we ook nog samen met de Port of Antwerpen International, die ons met kennis ondersteunt in alle plannen die wij dus dan maken en schrijven in dit kader, zodat we zeg maar verzekerd zijn dat we toch wel de juiste keuze en of beslissingen maken. Belangrijk in deze is dat we met de ontwikkeling van een diepwaterhaven, zoals we dat noemen, normaal in wat wij merken is dat men praat over diepzeehaven, maar wij, havenbeheer en PDC, praten over diepwaterhaven. Met de diepwaterhaven komt er een speciale economische zone. Dat is, deze havenfaciliteit moet dus dienst gaan doen als een hub voor de regio. Vandaar dat we hebben aangegeven dat Suriname moet gaan groeien naar of tot een centrum voor regionale ontwikkeling. De bedoeling is dat ook basisinfrastructuur neergezet wordt voor een mogelijke shorebase. En verder zal deze mix van activiteiten ervoor zorg dragen dat wij onze katalysatorfunctie op de meest efficiënte manier en kunnen gaan uitoefenen. Ja, waarom nu deze investering? Zal men zich afvragen. Want eerder sprak men over een diepzeehaven om die bewoording te gebruiken. Maar er was net niet genoeg om te zeggen van ja, we gaan die investering doen. Er zijn marktstudies gedaan, havenbeheer heeft ook daar aan meegedaan. En de handel op zich was nog net niet genoeg om die investering te verantwoorden. Op een gegeven moment zijn er oliefondsen geweest in Guyana, maar ook in Suriname. En
die twee zaken erbij, althans die oliefondsen erbij, hebben gemaakt dat dit project een feasible project is gaan worden. Aan de andere kant, voor wat betreft de politieke stabiliteit die er nu is, heeft on top of gemaakt dat PDC heeft gezegd, oké, we nemen alle risico's op ons, omdat we zien dat dit project dus een bepaalde haalbaarheid is die net genoeg is om die investering te doen. Het gaat om, zoals hier wat heeft aangegeven, het gaat om een basisinvestering van rond de 2,2 miljard. I think in this case, as I've had the opportunity now several times in my career to work on such projects. The first one was in northern Norway, which transformed that whole segment of the country economically. We had the opportunity to work on the ground in Qatar from 2003 to 2015 as those very large projects were negotiated. So we were sitting on the Qatari side against the super majors, so Exxon, Shell, ConocoPhillips, Total, etc. I think the benefits are myriad. In other words, there's a lot of benefits to the country that's going to come about from the deepwater port. So the first piece is it enables the efficient development of the mineral extraction business, being oil and gas, both deep water and shallow water. The offshore exploration and production industry is very complex, it's very capital intensive, it's very equipment intensive. You have everything from drill string, casing, Christmas trees, fuel, mud, a whole lot of equipment that has to be maintained and replaced. You need bulk fuel, bulk materials. Cement is very important, and it's very specific quality. You also, much of it's containerized. So bringing in much larger container ships helps the economics for the exploration side. But in parallel, it's a tremendous benefit to the consumer. So instead of being able to bring in a ship with 100 containers, if you can bring in a ship with 1,000 or 5,000 containers, it changes the economics on transport to the consumer. So the consumers will benefit from better pricing and better availability of products by having, let's say, a large or substantial capacity container port in place. Likewise, import and export of bulk fuels, oil, as we move along, LPG and LNG, those have been the basis for much development. And having the LNG and LPG sets Suriname at the forefront of the energy transition. So I think as we've seen in Europe and Asia, it's not an overnight conversion to technologies that aren't economical on a large scale. Natural gas will be with us for decades to come. Not really a joke, but something of a joke where there's been a discussion on peak oil. Well, I think what we've seen this winter is much of the world, China and India particularly, haven't even hit peak coal yet. So by Suriname moving all the way to the cleanest of the natural gas, being LNG, I think that sets the bar for how the markets are going to evolve. If you look today, as an example, coal pricing is at 12-year highs. Natural gas is at highs that have never been hit before in history. So this is the right time to be moving Suriname forward in capturing that energy transition type investments. Thank you. Kijkers, met de plannen voor de bouw van een nieuwe diepzeehaven in het westen van Suriname in het district Nikeri, zijn wij aan het eind gekomen van deze aflevering van In Gesprek Met. In het eerste deel zag u mij in gesprek met Joanne Misikaba, die vrijwilliger is van de stichting SUE,
die momenteel bezig is met de inzamelingsactie voor de Nierstichting Suriname. De inzamelingsactie is tot komende dinsdag 21 december. Mocht u deze aflevering hebben gemist, Gino, de herhaling is vanavond om 12:02. Wij zijn er volgende week terug met een nieuwe aflevering van In Gesprek Met. Tot dan!